Een videokaart is belangrijk voor de grafische prestaties van uw laptop. Hoe meer u op grafisch vlak van uw laptop verlangt, hoe beter de videokaart moet zijn. Er zijn laptops met geïntegreerd videogeheugen en laptops met een extra losse videokaart, die puur en alleen bedoeld is voor grafische berekeningen. Gebruikt u uw laptop voor het versturen van bijvoorbeeld e-mails of gebruikt u het voor tekstverwerkende internetten, dan is een geïntegreerde videokaart vaak voldoende. Zelfs een film kijken kan tegenwoordig al met een geïntegreerde videokaart. Wilt u de laptop voor zwaardere doeleinden, zoals voor bijvoorbeeld foto- of videobewerking gebruiken, dan raden wij u aan een losse videokaart te kiezen. Kunt u kunt kiezen uit twee merken: dat is Nvidia of AMD. Bent u een gamer, dan is het verstandig dat u minimaal een AMD Radeon R7 of een Nvidia GeForce 49M videokaart kiest. Voor de echte fanatieke gamer heeft Nvidia de GTX videokaart ontworpen. Deze kaarten zijn uitermate geschikt voor hoge gamingprestaties.